Ja, die was zeker heftig. Echt wel. Ja, de oude panden, allemaal hout, keurig droog natuurlijk, dat wil wel. Bij een brand in een portiekwoning in de derde Schinkelstraat moesten vanochtend 4 personen door de brandweer uit hun woning worden gehaald. Een kat overleefde het vuur niet. De brand is op de begane grond ontstaan en verspreidde zich razendsnel via het trappenhuis naar boven. Nou, wat ik meegemaakt heb, dat het flinke vlammetjes waren die eruit kwamen. En een hoop rook, al die mensen zaten boven gevangen. En die werden door de ladderwagen werden ze eruit gehaald. Wij hoorden op een gegeven moment geknetter. We dachten, het is misschien vuurwerk. Maar toen hoorde ik help. Toen dacht ik, er is iets meer aan de hand. Ik zag een beetje rook. Toen liep ik mijn voordeur uit. En toen zag ik bij het buurpand 3 meter vlammen eruit slaan. En mensen die in paniek uit het raam klommen. We stonden vanochtend ons klaar te maken. En toen riep mijn vriend, er is brand tegenover. En toen zagen we hele grote rookwolken. De 2 meiden al op het balkon. Helemaal in paniek met allemaal lakens op 4 hoog. Want ze zaten helemaal vast. En ze konden geen kant op. En ze waren aan het voorbereiden om naar beneden te klimmen. Toen is mijn vriend naar voren gerend om te vertellen dat er mensen vast zaten. En toen heeft de brandweer gewoon heel snel gehandeld. 4 personen hadden te veel rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 8 woningen zijn door de brand, rook en waterschade voorlopig onbewoonbaar verklaard.